Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, minister Sommahar, je beëdigd voorzitter en leden hoofdstembureau Brokopondo en kabinet bijeen in reguliere regeringsraad. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn is beëdigd tot voorzitter van het hoofdstembureau Brokopondo. Deze handeling vond op woensdag 17 februari 2021 plaats op het kabinet van de vicepresident en wel door minister Bronto Sommahardjo van Binnenlandse Zaken. Verder werden ook de plaatsvervangend voorzitter, 3 leden en 3 plaatsvervangende leden beëdigd. Het hoofdstembureau heeft zich meteen gebogen over de invulling van de opengevallen DNA-plek in het district Brokopondo. Vandaag beëdigd zullen worden tot lid, zo niet voorzitter van het hoofdstembureau Brokopondo. De heer Ernie Langveld, u mag ook even opstaan. Mevrouw Joëlle Adraai, ik zweer beloof dat ik als voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau bij de uitoefening van mijn taak, de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit nauwgezet in acht zal nemen en mij dienovereenkomstig zal gedragen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u. Ja. Zegt u mij na? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God. Dank u. Zegt u mij na? Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel. Zegt u mij na? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u. Zegt u mij na? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Zegt u mij na? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. En een van mijn collega's. Op donderdag 18 februari 2021 zijn leden van de regering in vergadering bijeengekomen. Deze reguliere regeringsraad vond plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Minister Albert Ramdin stond de communicatiedienst Suriname als volgt te woord. Inderdaad, de president die de regeringsraadvergadering voorzit, heeft regelmatig de ministerraad en de vicepresident bijeen om beleidsaangelegenheden te bespreken. En soms worden de regeringsraadvergaderingen ook gebruikt om urgente zaken te bespreken. Dus vandaag hebben we een mix op de agenda tussen urgente zaken die besproken moeten worden. Daaronder valt de kwestie van mailsubsidie. We gaan nieuwe partijen mail krijgen binnenkort, maar ondertussen is de koers natuurlijk verhoogd of van 7,52 naar 14,29. Dus voorheen werd mail gesubsidieerd tegen een bedrag van 7,52. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus er zal wel, om de prijs op het niveau te houden, betaalbaar te houden, zal er gesubsidieerd moeten worden. Dus dat besluit wordt vandaag genomen na een toelichting door minister van Economische Zaken. Dat is dus een urgente kwestie. We hebben ook de kwestie CIFIHAS en SAIL, waar minister LVV
gaat vertellen wat de stand van zaken is en hoe we dus uit die problematiek komen. De president zal ook zelf wat beleidsinstructies geven met betrekking tot personeelsaantrekkingen, ontheffingen, aantrekkingen, maar ook de rol van de verschillende instituten daarbij. Er is een raad voor personele aangelegenheden op het kabinet van de president. Er is ook een onderraad voor personele aangelegenheden. En het is goed om duidelijkheid te hebben over wie doet wat. Dus die instructies gaat hij weer geven vandaag aan de ministers. En dan wil hij graag weten, en dit is een van de zaken waar hij toch continu de vinger aan de pols houdt, van wat hebben we tot nu toe reeds gedaan als regering, maar ook wat kunnen we nog doen voor 25 mei 2021. En dat betreft dan projecten die afgerond kunnen worden, dan wel opgestart kunnen worden. Dus hij zal van de ministers horen welke projecten ready zijn voor take-off of voor afronding. Dus dat zijn de urgente zaken en de instructies. En dan zijn er twee presentaties. Eentje door minister van Volksgezondheid omtrent het vaccinatieprogramma. Want we hebben reeds vaccinatie ontvangen. 1000 doses van Barbados als een solidariteitsbijdrage. Uit het bestand dat is ontvangen door Barbados van India. Wij hebben inmiddels de toezegging van de Indiase regering om 50.000 AstraZeneca vaccin te ontvangen. Die komen dan binnenkort aan hier in Suriname. De voorbereiding vindt daar plaats. En het overleg tussen India, Suriname en een aantal Caribische landen gaat heel hard voort. Wanneer ze eenmaal hier zijn, moet je een vaccinatieprogramma hebben. Wie wordt eerst gevaccineerd? In welke volgorde? Waar precies? En op welke wijze? Dus het hele plan wordt vandaag gepresenteerd aan de regeringsraad. En daarna wordt de Nationale Assemblee ook geïnformeerd. Hun inzichten meegenomen enzovoorts. En dan is er een presentatie over de concept grensovereenkomst. Tussen Frans-Guyana en Suriname voor wat betreft de Marowijnenrivier. Daar is lange tijd aan gewerkt door de grenscommissie. Het is een technische exercitie. Maar we willen graag ook dat de Raad van Ministers goed is geïnformeerd. Want het concept is inmiddels gesigneerd door de voorzitters van de technische commissies. Nu moet het dus geaccordeerd worden op politiek niveau. Dat gaan we proberen vandaag af te ronden. En daarna zal dan de overeenkomst door de twee ministers van Buitenlandse Zaken worden getekend, ondertekend. En daarmee is dan tot de Lawa-rivier de grenzen goed vastgelegd. In ieder geval aan de oostgrens. En dit zijn de beleidsaangelegenheden die vandaag aan de orde komen. Maar ik kan u meegeven, en ook aan het volk natuurlijk, dat voor de komende twee weken nog zeker 4 regeringsraadvergaderingen zijn gepland. En op elke regeringsraadvergadering komen dan substantiële zaken aan de orde. Dat betreft het beleid, maar ook zoals ik eerder aangaf, urgente aangelegenheden. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.